Hey, vandaag maken we een heerlijk verfrissende mocktail, namelijk de Vibrant Sunset, een van mijn signatures. Beginnen doen we met een mooie long drink vullen met ijs. Dan een ingrediënt waar ik heel lang ben van afgebleven, maar ik ben toch gezwicht omdat het me toch een beetje doet denken aan mijn jeugd, namelijk grenadine. Daarom is deze mocktail ook geschikt voor jong en oud. Daarvan gaan we 1 centiliter van indoen. Onderaan ons glas. Ons volgende ingrediënt, een non-alcoholische vermoed, namelijk de Martini Non-Alcoholico Vibrante. Heerlijke smaak van citrus die echt perfect zal passen in deze cocktail. Daarvan 5 centiliter. Dan ons volgende ingrediënt. We gaan wat al naar de zomer. Oké, de zomer is nog lang verwijderd, maar toch, we gaan ervan profiteren om een klein beetje ananassap in onze cocktail te doen. 3 centiliter. Die gaan we mooi over het ijs. Perfect. En dan ook nog 3 centiliter vers limoensap. En deze gaan we ook over het ijs. Perfect. Hier gaan we nog een klein beetje ijs aan toevoegen. En afvullen doen we met een stevige bubbel die een beetje peps zal geven aan deze cocktail. De heerlijke Perrier. Perfect. Zo, dit is hem, de Vibrant Sunset. Afwerken doen we met een partje limoen. En dan voor jong en oud. Vibrant Sunset. Cheers.